Ik ben op zoek naar wat ik zoek. Ik weet dat ik het op dit moment niet pakken kan. Maar als ik het gevonden heb, dan weet ik dat het dat is wat ik zocht. Ik ben eigenlijk altijd wel aan het beschouwen. Op die manier zit ik ook eigenlijk te componeren. Ik denk, stel je voor dat ik dit stuk, wat ik nu als voltooid beschouw, zo zit ik nog altijd te prutsen. Wat ik als voltooid beschouw, dan denk ik, daar moet een ding nog doorheen wat alles ineens in een andere knik zet. Dat zou bijvoorbeeld ineens een nieuwe kleur kunnen krijgen, bijvoorbeeld dit erbij. Waardoor er ineens een enorme nieuwe dimensie komt. Of bijvoorbeeld dit erbij. Of dit erbij. Of een totaal andere. Hoor je? Onafgebroken is die klank als een soort prisma bijna. Dit is het handschrift. En dit is het originele handschrift. Het begint met een hele stille, hoge, lange samenklank die geen definitie heeft. Je zou kunnen zeggen dat is een klank die je overal wel kunt horen. Die niet veel signaal afgeeft. En Jos heeft de componist naar Manneke gevraagd om speciaal voor zijn stuk te schrijven en ook dat wordt vanavond uitgevoerd. Dat is voor ons heel spannend, want dat is een première. Geluid, dat boeit me, dat fascineert me, of dat ontroert me, of dat het ergert me. Je kunt zeggen, ik begrijp het stuk, analytisch kun je zeggen, zo zit het in elkaar. En dan heb je, zeg maar, een formeel proces begrepen. Maar uiteindelijk heb je nog geen toon opgevangen die je zou kunnen beroeren. Het overstijgt de taal. Oprekken van referenties, daar gaat het leven over. Het woord inspiratiebron is een moeilijk te duiden woord, hè? Ik ben landschapsgevoelig. Een onderdeel te zijn van een immens groot gegeven. Wat ook grillig is, wat niet alleen maar koket of fotogeniek is. De onberekenbaarheid, de abstractie daarvan, de veelsoortigheid. Dat is mijn genetisch materiaal. Daar besta ik uit.
vroeger bij wijze van spreken, als er een vlieg me hinderde, dan had ik wel een krant in de buurt om hem dood te slaan. Dat doe ik niet meer, nee. Ik heb een luciferdoosje, dat noem ik een vliegendoosje. Dat staat er ook op, een vliegendoosje. En die vlieg, die vang ik met dat doosje en die laat ik. Een pieterpeuterig dingetje van ietsje besef van dat leven wat ik ook ogenblikkelijk, omdat ik er last van heb, met één klap van een krant of teniet kan doen. Nee, maar niet. Dus eventjes mijn vliegendoosje, wat mijn kinderen prachtig vinden. Dat zijn zo mijn soort uitvindingen namelijk in huis hier. Dit is vliegendoosje 2. Dat is, als er een vlieg of een mug zit, is dat mijn uitvinding. Ik denk dat het algemeen met een ouder worden, de nuanceringen interessanter worden dan de hoekige kantigheden. Als ik toch mezelf eventjes in een soort retrospectief zie, zijn de stukken in die zin zachtmoediger geworden. Voor jezelf zijn, van dit is het schamele lichaam, dit is het tragische van de stof, dat die afgebroken wordt. Ja, toch wel veel respect voor die stof die zo ongelooflijk genuanceerd is, zo zeldzaam van constructie, dat je moet zeggen, ik moet wel dankbaar zijn. Ja, misprijs de dag niet. Ik heb een vitale bron. Dat is ook gewoon een genetisch materiaal. Er zit een hele uitgesproken, vreugdevolle vitaliteit. Ik heb plezier. Ik heb heel veel plezier. Plezier in mensen, plezier in de taal, in het communiceren en erbij zijn. Ik ben er graag bij. Nog één keer. Het beste wat ik kon doen in mijn leven was dat doen. We zetten op het akkoord in. Ben ik nu inmiddels toch wel geworden per definitie dat ik denk, ik heb 75 jaar zo in dit leven mogen staan. Wauw, dat is een cadeau. Zeker.